Tijdens de jaren 80 en 90 was zo Antwerpen eigenlijk het zwaartepunt van de hertenzwijnkweek en Babirusa-kweek buiten Indonesië. En dat was dus de uitgelezen plek om wetenschappelijk onderzoek te doen op die soort. De hertenzwijnen zijn bedreigd in het wild door habitatverlies en door jacht vooral. We wilden dus iets doen voor de bescherming van die soort. Een van de problemen bij de bescherming voor die soort is dat we niet goed weten hoeveel soorten of ondersoorten er misschien zijn, wat de genetische structuur is van die dieren binnen hun verspreidingsgebied. En dan weten we niet goed waar in het wild we best beschermde gebieden maken en in dierentuinen wie best met wie kweekt. Nu, behalve de hertenzwijnen zijn er ook andere soorten op Sulawesi, een van de eilanden waar ze voorkomen, zoals de Anoa en de Sulawesi vrattenzwijnen. En die hebben eigenlijk een heel gelijkaardige problematiek. En dus konden we met onze collega's hier in huis en met andere internationale collega's een project opzetten om dat uit te zoeken voor de drie soorten. De soortenvorming van die drie is in dit geval eigenlijk heel hard gelinkt aan de geologische geschiedenis van Sulawesi. En we weten dat die soorten daar al heel lang aanwezig zijn. We hebben er ook heel oude rotsschilderingen van gevonden. Maar hoe lang precies is nog niet duidelijk. En wanneer ze daar allemaal voor het eerst zijn toegekomen en hoe die soorten zich verder ontwikkeld hebben. Waar zit die variatie binnen die soort? En dat kunnen we dan weer gebruiken om die kweekprogramma's te optimaliseren. Dus het is allemaal begonnen met de Babirusa-stalen, wat de stalen uit dierentuinen. Die waren heel belangrijk voor de genetische diversiteit van die dierentuinpopulatie te achterhalen. Maar daarnaast hadden we ook toegang tot museumstalen en stalen uit het wild, uit Indonesië. En daarvoor hebben we samengewerkt met lokale partners. Maar het leek ons het beste om die hier te analyseren, omdat we hier ook een goed labo ervoor hebben in Engeland, die de moeilijkste stalen daarvan de analyses hebben gedaan. Omdat dat museumstalen waren en dat zijn echt de stalen waar het minste DNA in zit. We hebben gewerkt met vrij traditionele merkers, genetische informatie, waarbij we gaan kijken naar kleine stukjes DNA van het volledige genoom. En die kunnen dus ook weergeven hoeveel genetische variabiliteit er aanwezig is in zo'n populatie van dieren. Door de evolutie twee individuen gescheiden worden, laten we zeggen Adam en Eva bij de mens, dan gaan daar moleculaire verschillen optreden die afhankelijk zijn van hoeveel tijd dat erover gaat, hoeveel generaties. Of omgekeerd, als we zien hoeveel verschillen dat er zijn tussen twee stalen, dan kunnen we daaruit gaan afleiden hoe lang het geleden is dat die twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad. En dat is de moleculaire klokanalyse. Daar hebben we kunnen afleiden dat het eiland eigenlijk vrij jong was. Want op een bepaald moment zijn er dus dieren aangekomen. We weten dat Babirusa's kunnen zwemmen. En die hebben daar lang op een stukje van het Sulawesi, een klein stukje, kunnen overleven. Gedurende miljoenen jaren. Op een bepaald moment zijn door schommelingen van de zeeniveau, zijn er eigenlijk meerdere stukken van het eiland komen boven water te liggen. En op dat moment zijn dus eigenlijk die dieren zich kunnen gaan verspreiden. We hebben dus een tijdspunt kunnen we vaststellen op het moment waarop dat gebeurd is, dankzij die moleculaire klokanalyse. Sulawesi bleek dus jonger te zijn dan we verwacht hadden. Uit vorige analyses dachten sommige onderzoekers dat er tientallen miljoenen jaren overgingen sinds het ontstaan van de eiland. Maar uit deze analyses bleek dat die eiland eigenlijk maar 2 miljoen jaar geleden eigenlijk uit de zee is opgestegen. Dus in dit onderzoek hebben we samengewerkt met geologen. Het gebeurt niet dikwijls dat twee verschillende expertises hiervoor worden gebruikt. Maar in dit geval bleek dat een juiste keuze geweest te zijn, want we hebben inderdaad onze resultaten en onze conclusies kunnen bevestigen. Voor biologen is die ontdekking belangrijk omdat dat ons inzicht geeft hoe dat die genetische diversiteit eigenlijk is ontstaan over de evolutie. En het eindresultaat ervan, die genetische differentiatie of die verschillen tussen populaties op het eiland, kunnen wij dan weer gebruiken in het beheer van onze populaties. Het is een eye-opener voor mensen die over dit onderzoek iets te weten komen, denk ik, want het geeft aan hoe dingen kunnen veranderen over de tijd. Niets is wat het lijkt.